Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Regenfiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look. Welkom vanaf Sportpark De Koerweld, waar Excelsior 31 thuis speelt tegen HSV De Zuidvogels. De gasten uit de huizen staan momenteel 11e op de ranglijst. Excelsior 31 is gedeeld koploper. Beide teams verloren vorige week en zijn dus uit op een overwinning. Ja, aan de andere kant denk ik dat zij misschien vandaag gelukkig zijn en tevreden zijn met een punt hier. Wij gaan er alles aan doen om hun met 0 punten naar huis te sturen. Okay. Heb je nog wijzigingen in het elftal waar je mee begint? Ja, Tom speelt niet ten opzichte van vorige week. Dylan speelt aan de linkerkant, Simon is in het centrum erbij gekomen. Ik denk nogmaals dat we wat meer in balbezit zullen zijn dan zij. Dat we veel in de opbouw zitten. En dan denk ik dat we met Simon iets meer mogelijkheden hebben. Laten we gaan kijken naar de samenvatting van dit duel. Die u wordt aangeboden door voetbalshop.nl en Thuis in Reizen. Op dinsdag 21 november overleed plotseling op 71-jarige leeftijd Dick Wessels. We willen voorafgaand aan deze wedstrijd dan ook stilstaan bij het overlijden van Dick Wessels en vragen doen indien mogelijk 1 minuut stilte in acht te nemen. Oh, God!
Deze samenvatting werd u aangeboden door Thuis in Rijssen en voetbalshop.nl. Ja, Hakim maakt gewoon twee fantastische doelpunten. En je doet het met elkaar en dat is mooi. Dus dat hielke soms Hakim het niet en andersom ook. En dat is mooi om te zien. Zo'n eerste helft gaat het met name omdat we de nul houden. En dan zie je vaak wel dat we de tweede helft de ploeg zijn die weglopen van de tegenstander. Dat zag je nu ook. Na een kwartier was bij hun eigenlijk de pijp leeg. En toen kwamen de ruimtes en toen waren we eigenlijk heer en meester op het veld. Een mooie 2-0 overwinning uiteindelijk. Ja, sowieso. Dat knokken zit de laatste weken wel bij ons in. We vechten echt voor elkaar en het is mooi dat je dan de wedstrijd zo naar je toe kan trekken. Dinsdagavond speelt het eerste elftal in de tweede ronde van de districtsbeker tegen Oranje Nassau. Het duel in Almelo begint om 8 uur. Beelden hiervan zijn woensdag bij ons te zien. Deze uitzending zit erop. Bedankt voor het kijken en nog een heel goed weekend toegewenst. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Regge Fiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look.